Van harte welkom bij onze webinar over Cisco Webex Meetings. Goedemorgen, ik ben Gerry de Kok van Proximus en ik wil u graag het volgende uur wat meer uitleg verschaffen over een samenwerkingstool van Cisco, genaamd Webex Meetings. Eerst enkele praktische tips. Via een oranje pijltje rechtsbovenaan uw scherm kunt u het GoToWebinar Control Panel in- en uitklappen. In dit controlpanel zit een question chat functie waar u tijdens deze webinar vragen kunt stellen. We proberen u onmiddellijk feedback te geven op al uw vragen. Deze webinar wordt ook opgenomen. Als u de opgenomen versie bekijkt, dan is de chatfunctie niet beschikbaar. Hoe werken we vanaf afstand optimaal samen? Met een tool zoals Webex, waarbij we weten dat de moderne werkplek rond teamwerken draait. En dat landschap van teamworking is veranderd. Om te beginnen werken we niet alleen samen, maar we werken niet meer samen op dezelfde werkplek, maar geografisch verspreid en door de globalisering zelfs over verschillende tijdzones. Daarnaast is het ook zo dat de diversiteit van de mensen waar dat we mee samenwerken is groter geworden. En dan spreken we niet alleen van vaardigheden, maar ook van generaties en verwachtingen die verschillend zijn. En tenslotte kunnen we ook stellen dat hoe betrokkener de werknemers van een bedrijf zijn, hoe beter een bedrijf presteert en dus hoe hoger de winsten van dat bedrijf. Maar er zijn ook een aantal uitdagingen. Een eerste uitdaging is de inefficiëntie van het samenwerk zelf, doordat we niet altijd kort op de bal kunnen spelen en ideeën snel tot uitvoering kunnen brengen. Het is nu niet altijd eenvoudig om externen bij de projecten te betrekken om tot een resultaat te bekomen. En ten tweede, het probleem van shadow IT. Mensen zoeken zelf oplossingen om samen te werken. Denken we maar aan bepaalde mensen die communiceren via WhatsApp, document sharen via WhatsApp, anderen die een Dropbox-account maken voor een document te bewaren en te delen, en dat allemaal buiten de standaard IT-oplossingen. En ten derde, wat we nu ook zien tijdens de coronacrisis, is dat mensen verspreid zitten. En dat betekent dat IT meer en meer gevraagd wordt, dat er een noodzaak is om informatie centraal te kunnen beheren. En we zien ook dat bepaalde tools niet door iedereen op dezelfde manier binnen een organisatie wordt gebruikt. En tenslotte weten we ook dat personeel mobieler wordt. En dat betekent dat de vraag naar het gebruik van persoonlijke assets, zoals PC's, gsm's en tablets, in een werkomgeving zal toenemen. Het zogenaamde bring your own device. Mobiel werken betekent ook dat er vanaf afstand op een eenvoudige manier documenten en bestanden moeten worden geraadpleegd en dat notities en eventuele gesprekken toegankelijk moeten zijn van welke plaats en welk platform dan ook. Vandaag zitten we zeker in de situatie dat we meer dan ooit samen moeten werken van afstand. En een van die handige tools die daarbij kunnen helpen is Cisco Webex Meetings. Wat gaan we allemaal zien vandaag? We gaan eerst uiteraard proberen u uit te leggen hoe een vergadering te plannen, met de Outlook-kalender bijvoorbeeld. Daarna gaan we eens een meeting of een vergadering starten of eraan deelnemen. De manier van deelnemen of starten is dezelfde. Ook gaan we een woordje uitleg geven hoe audio en video beheren vanuit Webex. En uiteraard schermdelen, content delen. Content sharing is ook een belangrijke functionaliteit van Webex, die veelvuldig gebruikt wordt. Laten we even kijken naar een demo. Dus we gaan in de demo naar twee typen Webex kijken. Dus in de demo, we gaan even de PowerPoint verlaten en naar de demo zelf gaan. Laten we nu even kijken naar twee typen Webex-meetings. Als gebruiker van Webex heeft u toegang tot een Webex-site, een portaal om Webex te gebruiken. Meestal terug te vinden door een bedrijfsnaam .webex.com in te typen in een browservenster. In mijn geval is dit proximus.webex.com. De settings laten u toe de taalkeuze zelf te bepalen vanuit het voorkeursvenster, hier links te vinden. Nu vanuit de Webex-site, de portal, kunnen we meteen al twee types onderscheiden. Een vergadering starten en een vergadering plannen. Plannen in het Engels, schedule. In plannen zou je bijvoorbeeld kunnen nagaan of je Webex audio toelaat of niet, of je een paswoord gebruikt, etc. Plannen kan ook vanuit je e-mailclient als je een kalenderplugin installeert op je computer, maar daar komen we zo dadelijk op terug. Dus een scheduled of geplande vergadering is iets dat vooraf is bepaald. En je gaat bij wijze van spreken telkens een unieke URL voorzien voor elke geplande meeting of vergadering waar de uitgenodigden naartoe moeten gaan om deel te nemen. En dan kan niemand deelnemen tot de meeting gestart is door de host. Dat is de vergadering. En dan ziet u ook zoiets als een personal room. Een personal room, een persoonlijke virtuele ruimte, dat is zoiets als een instant meeting of vergadering of een ad hoc vergadering, wordt ook wel eens genoemd. Die is altijd klaar en beschikbaar voor u. Het verschil tussen een persoonlijke ruimte en een geplande vergadering is dat de persoonlijke ruimte altijd dezelfde URL heeft. In mijn geval is dit dus proximus.webex.com/meet/gerry.dekok. Als iemand hier naartoe surft, komt die automatisch in uw persoonlijke ruimte. Als je dan zelf niet bent, is de knop waarop ze kunnen klikken om de host een notificatie te sturen dat er iemand wacht in de ruimte. Als ik dus een geplande vergadering wil organiseren, kan ik dat doen vanuit de Webex-site, dus hier dus. Maar ik kan dat ook doen vanuit mijn kalender-invite. Vermits ik een Outlook-gebruiker ben, kan ik dat ook vanuit een Outlook-kalender doen. Dankzij de kalender-plugin is het dus mogelijk om een Webex-gegevens meteen mee door te sturen in de uitnodiging. Ik zal nu een Webex-vergadering plannen vanuit Outlook. En omdat het Outlook is, kan ik gewoon in de body van de uitnodiging een titel meesturen, bijvoorbeeld sample meeting. Sample meeting. Mijn attendees gaan toevoegen. Bijvoorbeeld Wim Steurs kan ik toevoegen. Ik kan dus hier mijn aanwezigen uitnodigen. Hè? Dus ik kan gewoon vanuit de body gaan. Wanneer we de Webex-knop hier gaan gebruiken, als Webex-plugin, gaat die even communiceren met de Webex-cloud en gaat die in de background een aantal dingen gaan toevoegen aan de Webex, aan de e-mail Outlook-client. En wanneer we afhankelijk van de settings al dan niet een scherm tonen, hier hebben we dus het scherm getoond als we op Change Settings gaan, gaan we dan meteen ook zien dat er bepaalde extra functionaliteiten beschikbaar zijn, bijvoorbeeld het Webex meeting paswoord. In ons geval bij Proximus is dit een vereiste, dus ik moet sowieso een paswoord ingeven. En een aantal andere settings kunnen ook nog aangepast worden, al dan niet in de change settings velden. Bijvoorbeeld, als je een beep moet tonen, telkens als er iemand in de vergadering komt of weggaat, kan je hier ook altijd ingeven. Of bijvoorbeeld als de administrator het toelaat om een vergadering al toegankelijk te maken, zelfs voor het aanvangsuur, etc. Okay. Dus ik ga ook de datum ingeven van 11 tot 12 en zo verder. Even in de location vullen we gewoon Webex in. Als ik op de knop Zend druk, gaat hij een aantal dingen in de body van de e-mail toevoegen. Okay. Dus in elke Webex-uitnodiging, ik ga ze even terug open doen, ziet u een groene knop, in het Nederlands deelnemen aan een vergadering, in het Engels join, afhankelijk van hoe de Webex is ingesteld met welke taalkeuze, waar we allemaal kunnen op klikken. Dus bijvoorbeeld hier kunnen we op klikken, ik als host of een deelnemer als deelnemer. Er is ook een telefoonnummer als we gewoon via telefoon willen inbellen. Er is ook een videoadres waar we gebruik kunnen van maken als we gebruik maken van een videosysteem. En als laatste mogelijkheid, als je eventueel ook wil binnenbellen met een Skype for Business client, kan dat ook. Ja. U kan natuurlijk ook een vergadering plannen en starten vanuit de Webex-site zelf. Ga ik nu even tonen. Dan krijgt u ongeveer dezelfde invulformulieren als in Outlook. Als ik hier op plannen druk. het onderwerp. Het paswoord of wachtwoord, datum en tijd en deelnemers. Hier kan ik deelnemers ingeven, ofwel kan ik gemakkelijkerwijze mijn eigen e-mailadres ingeven, opdat je dat vanuit Outlook dan de vergadering kan beheren met andere deelnemers. Ofwel andere deelnemers of andere deelnemers gescheiden door een komma of puntkomma. Kan hier ook ingegeven worden. Zoals je ziet staat hier nog steeds starten. Waarom is dit? Omdat we nog altijd geen datum voor een geplande meeting hebben ingegeven. We kunnen bijvoorbeeld zeggen 11 uur. Gereed. En dan komt hier plannen te staan. Dit zijn de twee mogelijkheden, ofwel via Outlook plugin, ofwel via de Webex portaal. Maar er is ook nog een andere mogelijkheid, dat is via de Outlook-app. Dat is een derde optie die ook mogelijk is. Dus tot nu toe hebben we de Outlook-optie bekeken en de optie via de Webex-site. Maar er is ook nog een derde optie en dat is de Webex-applicatie. Deze app, hier nu zichtbaar, laat u toe eveneens vergaderingen te starten en te plannen. Bovendien geeft deze app aan wanneer het tijd is om een vergadering te gaan door middel van de gekende groene knop. Dus je ziet hier in mijn app heb ik die sample meeting start. Als het zover is, kan ik die starten vanuit deze app. Dan laten we nu ook eens een vergadering opstarten. En ik ga dat doen terug vanuit mijn Outlook client. De meeting die ik zo net heb gescheduled, ga ik even openmaken. Dus wat gaan we doen als we een uitnodiging sturen of ontvangen? Gaan we altijd op de groene knop drukken. Deelnemen aan vergadering en de vergadering wordt dan meteen opgestart. Dus er gaat een browservenster open en de browser wordt opgestart. Voor audio. Eerst wordt er dus gevraagd hoe ik zal deelnemen, via audio, en of ik video en met welke camera wil toegankelijk zijn. Dus ik kan de vergadering starten met video. Webex zelf is videocentric, dat wil dus zeggen dat je zoveel mogelijk video zal kunnen gebruiken in een vergadering. Dus als ik hier video selecteer, kan ik ook nog tijdens de instelling gaan kijken welke video en welke microfoon en luidspreker ik wil gaan gebruiken. Voor de camera heb ik de keuze tussen mijn eigen laptopcamera of een HD-camera. Een USB-camera die gekoppeld is aan een computer. Hetzelfde geldt voor de luidspreker en de microfoon die ik kan gebruiken of selecteren. Ik kan telkens hier USB-systemen gaan toevoegen. Ik heb hier bijvoorbeeld een USB-room-systeem van Cisco, dat ik kan selecteren. En dan kan ik dat testen ook, moest er de mogelijkheid zijn om het te testen. Ziezo. Ik kan eventueel mijn video op voorhand starten. Hier ben ik. En terug uitzetten. Als ik de vergadering start, dan gaat het Webex-window verschijnen. En hier kan ik mezelf op mute zetten. Als ik zou geselecteerd hebben op inbelnummer, dan krijg ik 1 of meerdere inbelnummers waarna ik kan bellen om de vergadering te kunnen starten. Oké. Daarnaast zal ik ook een unieke toegangscode moeten ingeven. En eens dat dit gedaan is, zal ik ook nog een deelnemers-ID moeten ingeven om de koppeling te kunnen maken met de computer die geconnecteerd is en dus naast uw naam een telefoon-icoontje zetten. Hier zie je nu een headset, dat wil zeggen dat ik verbonden ben met mijn computer. Indien je dit niet doet, kom je als gast tevoorschijn en deze mogelijkheid krijg je als je geconnecteerd bent. Dus ik hier dus opnieuw oude verbinding kies en ik verbreek de verbinding met audio voor de computer. dan kan ik nog altijd de optie inbellen kiezen. En dan heb ik deze mogelijkheden om in te bellen via een inbelnummer in België. Met de toegangscode en de deelnemers-ID. Maar ik had er natuurlijk voor gekozen om via audio in te bellen. Als je wil bellen via de computer, kan je zowel de luidspreker als de microfoon selecteren. Dat kan wanneer we al in de Webex zitten, op voorhand. Hè? Dat hebben we daarnet getoond. En video kan natuurlijk ook altijd aan- en uitgezet worden. Eens verbonden zie ik rechts op het scherm de deelnemers. Bijvoorbeeld, ik zie mezelf hier en Wim als toegevoegde gast. En als ik op deelnemers klik, kan ik iedereen dempen of muten, of laten muten of dempen, wanneer iemand toekomt. Dat kan ik langs hier doen. Dempen bij binnenkomst. Dat is vooral makkelijk wanneer je al een meeting of een vergadering bent gestart en je wil niet dat er telkens iemand met geluid binnenkomt als je al aan het presenteren bent, bijvoorbeeld. De knoppen onderaan laten u onder andere snel toe te muten, in dit geval, of video te starten of te stoppen, of uw scherm te delen. Oh ja, het belang van video. Daar is eigenlijk al eens onderzoek naar gedaan en het blijkt dat vergaderingen met video gemiddeld minder lang duren dan eentje zonder video. Goed om te weten, hè? Inhoud delen is iets anders dat belangrijk is. Als host heb ik natuurlijk de mogelijkheid om inhoud te delen, opnames te maken, anderen te dempen en te muten en controle door te geven naar andere deelnemers in de sessie. Inhoud delen of content sharing kan met een volledig scherm, dus als ik hierop klik, is de shortcut naar inhoud delen, kan met een volledig scherm en dan ga ik eigenlijk al mijn open applicaties delen. Mijn desktop eigenlijk ga ik dan kunnen delen. Of ik zou een aparte applicatie kunnen delen. In dit geval zou ik bijvoorbeeld de PowerPoint-presentatie die ik net getoond heb kunnen delen. En dan kan ik die hier van hieruit delen. Het is heel eenvoudig om dan een presentatie bijvoorbeeld te delen en opnieuw te stoppen met delen. Dat kan ik bovenaan doen op de applet. Voorts hebben we bij inhoud delen onder andere de keuze tussen bestand delen, dat ga ik hier even tonen, bestand delen of whiteboarding. Bij bestand delen, laat ons toe samen te werken op een bestand. Bijvoorbeeld zou ik hier een plan, een grondplan of zoiets kunnen opdoen als voorbeeld. Een grondplan waarop we dan zouden kunnen annoteren. En dan nadien bijvoorbeeld annotaties van het grondplan in dit geval zouden kunnen bewaren in een nieuw document. Dus links van het scherm zouden we dan kunnen de annotatie kunnen doen. Hier heb ik een knop om te annoteren. En dan zou ik bijvoorbeeld via een uploadcontrole een kleur kunnen selecteren. En dan zou ik een annotatie kunnen doen op het document. Bepaalde vormen kunnen dan in bepaalde kleuren gezet worden. Dat is een grondplan. In dit voorbeeldje kan ik een grondplan. Nadien, als ik dat wil afsluiten, vraagt hij mij, wilt u dit opnieuw bewaren. Inderdaad, ik wil dat document opslaan en dan zou ik dat als PDF kunnen opslaan met mijn initialen bijvoorbeeld en dan kan ik dat opslaan als een nieuw PDF-document. Een ander voorbeeld is whiteboarden, een beetje naar analogie met een bestand delen. Kan je vanaf afstand samenwerken met een whiteboard, met een leeg blad, laten we zeggen. En dan kan ik hier ook werken aan schema's, zelfs gaan annoteren in andere kleuren en zo verder. En dan zou ik dat eventueel ook kunnen bewaren als een PDF-document. Slaan. Dit zijn de voorbeelden die je kan doen met delen van documenten. Een laatst vaak gebruikte optie is de opnamemogelijkheid. Je ziet hier een rode knop onderaan. Opnameapparaat. Vergaderingen worden opgenomen en bewaard in de Webex Cloud. Dus je kan hier opnemen. En dan wordt de meeting of de vergadering opgenomen. Je kan ten aller tijde ook onderbreken als er bijvoorbeeld heel lange pauzes zijn of stiltes in de meeting. Nadien zijn de opnames dan terug te vinden op de Webex-site van de host onder opname. Dus als ik nu de opname beëindig, opname stoppen, en we gaan terug naar onze portal, onze Webex-portal, de startpagina. Heb je een stukje hier dat heet opnamen. En in opnamen gaan we al onze opnames vinden die de host heeft gedaan. Dus de organisator van de Webex-meetings gaan hier dan de opnames in terug te vinden zijn. Het kan afhankelijk van de lengte van een vergadering tot maximum 30 minuten duren na de opname, alvorens deze opnames beschikbaar zijn in de portal van de gebruiker. Webex kan ik afsluiten. Als de vergadering gedaan is, kan ik de vergadering afsluiten door op het kruisje in een rode bol te klikken. Vergadering verlaten en beëindigen. En de meeting is gestopt. Oké. Dit waren zo wat de belangrijkste functies die ik wilde vertellen over Webex vergaderen of Webex meetings. Ik heb kunnen afsluiten met het rode kruisje. Dit was een stukje demo dat ik wilde laten zien vandaag in verband met Webex meetings. Er is natuurlijk nog wel zijn tonnen informatie terug te vinden over Webex in het helpcentrum van Webex, dus help.webex.com en dan de taalkeuze die je kan toevoegen. Je kan Webex ook downloaden op de URL die hier getoond wordt. En er zijn er nog een aantal andere gidsen vanuit de Webex-sites die we kunnen tonen en die zullen we later ook wel informatie doorgestuurd krijgen via de gekende kanalen van Proximus. Zo, als u nog informatie wenst te hebben in verband met Webex meetings, dan kan dat zeker nog. We gaan zo dadelijk ook de webinar recording afsluiten. Je kan altijd ook contact opnemen met onderstaande URL www.proximus.be/contactwebinar. Als u nog vragen heeft, stel ze dan zeker nog via de chatfunctie. Wij blijven nog even online en als er dan nadien geen vragen meer zijn, dan sluiten wij af. Ik zie hier nog een vraag van Webex, in verband met Webex. Hoeveel mensen kan ik in Cisco Webex maximaal simultaan op een scherm te zien krijgen? Bij bepaalde andere vendoren is dit volgens de vraagsteller 4. Hoeveel mensen tegelijk zichtbaar in Cisco Webex? Het antwoord daarop is dat als we de video aanzetten in Webex, kunnen we daar toch een aantal beschikbaar zetten. En als we dan het scherm openzetten, is dat volgens mij niet zo beperkt tot 4. Kunnen er eigenlijk veel meer in video getoond worden dan 4. Hoeveel precies, weet ik niet van buiten. Dat kunnen we altijd zeker opzoeken, maar er zullen er zeker meer dan 4 zijn om op de vraag te antwoorden. Voor de rest zie ik geen vragen meer in het chatpaneel staan. Dus ik denk dat we dan hier kunnen afsluiten. Bedankt voor uw tijd allemaal. En ik vond het fijn dat jullie op deze webinar aanwezig waren. Tot een volgende keer op een webinar van Proximus. Proximus. Think possible.